Het jaar 2019 is voor de brandweer begonnen en geëindigd met grote branden. De eerste brand vorig jaar woedde op 1 januari op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat. De laatste brand van het jaar op 31 december op de hoek van het Molenpad en de Zwartenhovenbrugstraat. En die heeft 2 panden in de as gelegd. Alton Pinas, brandweervoorlichter, zegt dat het gaat om een winkelpand, annex appartementen. Pinas zegt ook dat het aantal woningpanden de afgelopen 2 jaar in vergelijking met de voorgaande jaren is gestegen. Het pand is helemaal afgebrand met inboedel. En of het pand verzekerd is, weet ik ook niet. Daar heb ik geen informatie van. Het was wel een beetje moeilijk communiceren met de mensen vanwege de emoties en de taalbarrière van de winkelier op dat moment. Als we kijken naar de woningbranden, hebben we in het jaar 2015 200 woningbranden gehad. In 2016 is het gaan dalen. Daar hebben we 156 woningbranden gehad. In 2017 147 woningbranden. In 2018, daar is hij weer gaan stijgen, de grafiek. Toen hadden we 170 woningbranden. En het afgelopen jaar, tot en met november, zijn de statistieken die we al binnen hebben, hebben we helaas 215 woningbranden. Dus als we een vergelijking maken, is hij gaan stijgen. Brandweervoorlichter Pinas wijst er verder op dat ook dit jaar het aantal vuurwerkslachtoffers te wensen overlaat. Tot nu toe hebben zich 10 vuurwerkslachtoffers bij de SEH gemeld. Het jongste is een jongetje van 5 jaar en het oudste slachtoffer een man van 68. Het afgelopen jaar waren het er 12, zegt Pinas. De oorzaak van de vuurwerkslachtoffers of woning, gras en vuurbranden van alle kanten, dat het van alle kanten bekeken moet worden. Kijk, we hebben wat betreft de vuurwerkslachtoffers, hebben we veel meer containers aan vuurwerk het land binnen gehad. Het vorig jaar waren het 24 containers, 34 sorry, en dit jaar hebben we 68 containers binnen gehad. Dus u begrijpt dat de kans dat ongelukken veel groter is als je veel meer vuurwerk het land binnen hebt. Ook wat betreft de gras en veel branden, je hebt nou dat er hier wat percelen verkaveld worden. De mensen branden à la dolvuil, de goedkope tuinman, het is makkelijk. In plaats van je vuil te vervoeren naar de openbare vuilstortplaats, dan stopt men het maar in brand. Brandweervoorlichter Alton Pinas, hij benadrukt dat de brandweer ook in 2020 de gemeenschap bewust zal maken om het aantal branden en vuurwerkslachtoffers te reduceren.